Ik geloof het wel, ja. 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 Ja, ja, dan... ja. Nou, het grappige is, wat je zegt dat we hebben opnames van jou van 10 jaar geleden gevonden. Dan zie je ook hoe je dat uitstraalt. Kijk maar eens. Nu is een beetje begonnen, ja. Helemaal in de zomer zaten we na het eten van 7 tot 10, 11, 30 man, 4 tegen 4. Als je verliest, moest je eruit. Dan moest je misschien een half uurtje wachten, uurtje wachten. Dus het ging er wel hard aan toe. Wat kun je nou zeggen wat jij hebt meegekregen van het echte pleintjesvoetbal? Wat nu nog in je spel zit? Ik denk het fysieke. Bal afschermen, kijk hier, ja. Soms knal je tegen die hek aan. Maar ja, je moet niet zeuren, gewoon doorgaan. Klein broertje, Soufiane, 12 jaar. 11 jaar. Dus, wat moet jouw broer nou nog beter doen? Wat moet hij nog leren? Meer overzicht. Meer overzicht? Ja. Hij was soms te veel voor RSS, maar dat hoort erbij, hè. Goeie coach, hè? Geef hem goede bereikbare tips. Ja, maar zo grappig om dit te zien, weet je. Want het is echt jouw thuis, dit dan, als ik dit zo Ja, dat is om de hoek bij mijn ouders, zeg maar. Ja. Maar ik vind het jammer dat jij nu zegt dat je waarschijnlijk denkt dat de komende generaties allemaal voor Marokko gaan kiezen. Ik denk het wel. Ja. Maar ik denk ook, kijk, Marokko doet het nu goed, alles is professioneel. Ze hebben echt een inhaalslag gemaakt. Dus ik denk ook dat die Belgische Marokkanen, Duitse Marokkanen, eigenlijk allemaal voor Marokko.